Goedemorgen, u kijkt naar het weerbericht van Weerplaza op deze Koningsdag. Vanochtend schijnt er op veel plaatsen nog een waterig oranje zonnetje, maar vanuit het zuidwesten is de bewolking aan het toenemen. Het is 8 of 9 graden en er staat een zwak tot matige zuidenwind. Tegen het eind van de ochtend kan er dan wat lichte regen gaan vallen uit deze bewolking en dat geldt vooral voor het westen en voor het noorden van het land. In het oosten en zuidoosten blijft het vrijwel droog en is er ook meer ruimte voor de zon. De temperaturen variëren van 13 graden in het noordwesten tot 18 graden in Limburg. Vanavond kan hier en daar nog een spat regen vallen, maar op de meeste plaatsen blijft het gewoon droog. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en er valt af en toe een bui. Er staat een matige wind uit het zuidwesten en de temperaturen liggen tussen de 13 en 16 graden. Zondag wordt er ronduit regenachtige dag, waarbij er ook kans is op onweer. Maandag is het wat frisser en nog steeds regenachtig, en pas vanaf dinsdag neemt de kans op buien weer wat af en neemt de kans op zon weer toe. Dit was Hanneke Luiting van Weerplaza. Ik wens u een hele fijne koningsdag.